Dit is het COVID-19-journaal. Welkom. Gezien de positivity rate op de dashboard ziet het er tot nu toe goed uit voor wat betreft het aantal positief geteste personen in Suriname. Betekent dat dan ook dat er weer versoepeld kan worden? Minister Amar Ramadien heeft voor ons het volgende antwoord. We zitten op dit moment qua versoepeling op het maximale wat we kunnen toelaten. Uiteraard moet het outbreak management team de cijfers blijven analyseren. Ik kijk uit deze week naar de analyse van het outbreak management team. Ik weet zeker dat ook de daling ook zichtbaar is in de faciliteiten. Sowieso, er zijn minder positieve en er zijn dagelijks veel meer genezen verklaarde mensen. Dus we krijgen dus nu een beetje een rust in de faciliteiten en daarmee ook rust voor de gezondheidswerkers. Geef ze ook ruimte nu om zich voor te bereiden op de vaccinatiecampagne. En wij willen daar die vrije tijd die ze nu hebben gebruiken om goed met ze te communiceren. Want wat we niet moeten hebben, en dat, daarvoor pleit ik echt en hoop ik echt, dat we niet naar een derde golf gaan. En ik denk dat elke Surinamer zich bewust is wat een golf met zich meebrengt. Welke impact een golf heeft in Suriname. Met name dat de regering geen keuze heeft om bij stijging van gevallen weer maatregelen te gaan strak te gaan trekken. En dat werkt zeer demotiverend voor elke persoon, elke burger, maar ook voor elke sector. Ik bedoel, de economie gaat eraan, daarvan zijn we ons ook bewust. We nemen risico's om te versoepelen, maar als je versoepelt, dan heb je risico's sowieso dat er weer stijgingen gaan zijn. Wij blijven het monitoren. Er is gisteren een document uitgekomen van de Caribbean Public Health Agency, waar overheden binnen het Caribisch gebied een beetje zijn geïnformeerd over de meest recente informatie qua varianten. Hou er rekening mee dat de varianten ook circuleren in het Caribisch gebied. Met name het Britse variant en het Braziliaanse variant. Welke 1. Veel meer besmettelijker zijn. 2. Je makkelijker weer re-infecties kan krijgen. En derde is dat er mogelijk weerstand bestaat tegen het vaccin. Dus vanuit dat variant. Maar dat moet nog blijken. Waarop ik wil benadrukken, en dat heeft de CARFA, dus de Caribbean Public Health Agency, aangegeven, dat landen geadviseerd worden om niet te snel over te gaan tot versoepeling van maatregelen, omdat een versoepeling wederom zal betekenen dat besmettingen kunnen toenemen. En als je varianten hebt die circuleren in je samenleving, kan je ook besmettingen met varianten zien toenemen. En dat kan fataal zijn, omdat de Braziliaanse variant onder andere een veel dodelijker variant is. En we moeten ons behoeden. Vandaar dat we nog steeds de landsgrenzen strikt moeten bewaken. En duidelijk met een quarantainebeleid. Dus elke persoon die nu nog binnenkomt met repatriatiedoeleinden of andere doeleinden zoals essentiële reizen, dat u met uw negatieve PCR komt. Dat de mensen in quarantaine gaan en pas na de aanbevolen periode eruit gaan. En daarop moeten we strikt letten. Dat is een van de strikte aanbevelingen van de CARFA. Die ze hebben aangegeven dat je quarantainebeleid superbelangrijk is in deze fase. Maar ook je isolatiebeleid. Dus de mensen die positief zijn, allemaal in isolatie. En daarvan gaan we niet afwijken. Dus ik blijf vasthouden aan het feit dat versoepeling voor nu nog niet zal lukken. Waar we nu zijn, dat moeten we proberen te behouden. En we kijken wel uit naar die verdere daling, waardoor we wel reden genoeg zullen hebben om verdere versoepelingen aan te kondigen, zoals bijvoorbeeld het verruimen van de avondklok en andere zaken. Maar dat zal besproken moeten worden binnen de groep van deskundigen. Onder de gemeenschap heerst er enige onduidelijkheid over het vaccin. Een vraag dat steeds weer terugkomt is: als iemand al eerder positief getest is op het COVID-19-virus, moet zo iemand nog gevaccineerd worden? Want velen hebben de mening dat het lichaam al antistoffen heeft opgebouwd. Het is inderdaad het lijkt bijna controversieel. Zo van, je hebt die infectie al doorgemaakt, dus je hebt antistoffen. Waarom moet je dan toch nog iets hebben om je te beschermen? Ja. Nou, wat blijkt is, de mensen die een natuurlijke infectie hebben doorgemaakt, dus die COVID hebben gehad, die zijn meestal enige tijd beschermd tegen COVID. En we dachten eerst dat het 6 maanden zijn, maar we zien steeds vaker dat het eerder 3 en soms zelfs 2 maanden is.
En dat heeft te maken met de antistofreactie die COVID bij iemand teweeg brengt. Wat ik de vorige keer heb aangegeven, is dat de antistofproductie die je krijgt van een vaccin is 3 tot 6 keer zo sterk als de antistofproductie die je krijgt wanneer je de normale infectie hebt doorgemaakt. En daardoor beschermt het vaccin je nog beter. Maar mensen die de ziekte hebben doorgemaakt, die hebben al enige antistoffen. En wat we weten is dat die mensen na 1 prikje al een flinke reactie hebben en een flinke antistofproductie krijgen. En onderzoekingen die nu nog lopende zijn, is of je bij deze mensen die het al een keer hebben doorgemaakt, of je bij hun zou kunnen volstaan met 1 injectie, of dat ze toch nog baat hebben van bij een 2e injectie. Dus vooralsnog, iedereen moet vooralsnog 2 injecties krijgen. En misschien dat in de toekomst mensen die al COVID hebben doorgemaakt, kunnen volstaan met 1 injectie. Maar dat gaat de tijd ons leren. Misschien dat we dat over een maand weten, misschien over 2 weken. Elke persoon die gevaccineerd zal worden, zal 2 keer het prikje moeten doorstaan. Een andere vraag dat men zich afvraagt is hoe het staat als zo iemand besmet raakt na het eerste prikje. Hoe verder met het tweede prikje? Ik moet zeggen dat wij waarschijnlijk die tweede prik enige tijd zullen uitstellen. Op zijn minst totdat wij je als wat we nu noemen genezen verklaren. Ja. Dus dat wil zeggen dat je minstens 7 dagen nadat die test is gedaan, waaruit blijkt dat je positief bent. En waarvan je de laatste 3 dagen totaal geen klachten gehad moet hebben. Dat is wat ik zomaar nu zeg. We moeten natuurlijk eerst nog intern bespreken, maar zoiets zal het wel zijn. Het kan ook dat het 10 dagen wordt, maar in die orde denk ik dat dat wel tot enig uitstel van de tweede vaccinatie zal leiden. En kan ik mijn tweede prik van een ander merk krijgen? Nou, dat is een hele goede vraag, maar tot nu toe heeft men dat niet gedaan. En ik denk ook dat het beter is om te proberen om to stick to one kind of vaccine. Maar daar is niet echt de ervaring in. En in theorie zou dat makkelijk moeten kunnen. Maar eigenlijk proberen we zo weinig mogelijk te experimenteren. Want dat zou een beetje een experiment zijn als je de ene keer dit gaf en de andere keer dat. Als je dat wil uitzoeken, dan moet je inderdaad tegen de mensen zeggen, maar luister, dit is een experiment, toch? En dan moet je die mensen heel intensief vervolgen. Maar er is tot nu toe geen animo om dat per se te doen. Het vaccin is voor iedereen bestemd. Zo ook voor mensen met overgewicht, hartklachten, noem maar op. Maar over patiënten die bloedverdunners gebruiken en HIV-patiënten, heeft dokter Friede het volgende te zeggen. Het enige risico daarbij is dat je krijgt een injectie in een spier. En als je bloedverdunners gebruikt, heb je een verhoogde bloedingsneiging. En mensen met een verhoogde bloedingsneiging, die geven we liever geen injecties in de spieren. Dus wellicht zal geadviseerd worden om je bloedverdunners een aantal dagen niet te gebruiken. En wellicht wordt er ook dan even gecontroleerd hoe je antistolling op dat moment is. En dan wordt er geprikt. Maar in principe proberen we mensen die bloedverdunners te gebruiken, die proberen we geen injecties in de spier te geven. Dat zou een spierbloeding kunnen veroorzaken. Mensen met HIV zou ik in 2 categorieën willen indelen. Mensen die heel goed op therapie zijn, want bij die mensen is de afweer helemaal intact. Mm-hmm. En bij die mensen zie je geen verschil met mensen die geen HIV hebben. Bij mensen die HIV hebben, maar niet op therapie zijn, of omdat ze het niet weten, of om welke reden dan ook, omdat ze ermee gestopt zijn. Daardoor kan de HIV-infectie, laten we zeggen, actiever zijn. Hun afweer is slechter. En om een goede afweer op te bouwen tegen het vaccin, heb je een eigen goede afweer nodig. Dus het is niet zozeer dat het vaccin die mensen kwaad zal doen, maar ze zullen waarschijnlijk een minder goede antistofreactie opbouwen, juist omdat ze niet in staat zijn om een goede immunologische respons op te bouwen. Dus het is een aanmoediging aan ieder om te zorgen dat je in ieder geval heel goed je medicatie inneemt, zodat je een zo goed mogelijk afweersysteem hebt op het moment dat je gevaccineerd wordt.
Dr. Anders Dinesh Gokul is waarnemend manager van het Nationaal Immunisatieprogramma, tevens lid van de Technische Adviescommissie Nationaal Immunisatiebeleid COVID-19. Hij stelt mensen gerust. Hij geeft aan dat het COVID-19-vaccinatieprikje een nieuw vaccin is en dat er eventuele bijwerkingen zullen optreden zoals onwelvoelen, pijn op de plek van het prikje, zoals bij elk ander prikje. Het gaat om een nieuw vaccin, hè? Dus je moet rekening houden dat er minimale bijwerkingen zullen zijn. Mensen zullen een beetje een onwelgevoel krijgen, een beetje pijn, want bij elke vaccin die je toegediend krijgt, doet het een beetje pijn. Het gaat om een prikje, weet je. Het is iets lichaamsvreemd dat in je lichaam komt. Je lichaam gaat erop reageren en dat is juist wat we willen, hè? Je lichaam moet weerstand opbieden, weerstand opbouwen tegen, dat tegen die virus. En als er dus als die gerapporteerd worden, gaan we er ook serieus mee omgaan. Daarom hebben we de speciale formulieren ontwikkeld en de mensen krijgen dan ook de instructies mochten ze het vaccin hebben gehad. Daarna worden ze geobserveerd voor ongeveer 15 minuten. Nadat ze geobserveerd zijn, krijgen ze ook de instructie, mocht je naar huis gaan en je voelt je nog niet lekker of je denkt dat je klachten, dat je meer klachten hebt gehad of meer bijwerkingen van dat vaccin, dat je dus dat doorgeeft. Er is een nummer waarop je kan bellen, dat is 178. Kan je die informatie doorspelen of je mag ook, omdat het gaat om gezondheidswerkers in deze eerste die het AstraZeneca-vaccin, mogen ze ook via de instelling contact met ons opnemen. En elke klacht wordt serieus beschouwd. Het is iets nieuws, maar ik denk dat we samen met elkaar het tot een mooi begin kunnen maken van ons nationaal vaccinatiecampagne. Ik wil meneer Autaar nu de gelegenheid geven om te praten over de opslag en de distributie van het vaccin. Hij gaat niet alleen praten over het AstraZeneca. Nu hebben we AstraZeneca-vaccin, maar in het verlengde van dit stuk kunnen we misschien andere vaccins krijgen, zoals het Pfizer-vaccin en misschien zelfs Moderna of Johnson & Johnson. We weten niet wat we krijgen. De regering staat wel open om allemaal goed te laten screenen. Wat ik vergeten was te zeggen, voordat een vaccin wordt toegediend, moet het goedgekeurd worden door onze registratiecommissie. Onze registratiecommissie is dus een bestaande commissie. Elke vaccin die wordt geïntroduceerd in Suriname gaat langs deze commissie. Dus die commissie is dus bezig nu te vergaderen om te beleggen. Maar we hebben nu vanuit de WHO al een emergency use listing gehad. Dit vaccin is dan goedgekeurd door WHO, een internationale organisatie, dus hij mag gebruikt worden. Maar onze Surinaamse bevolking wilde ook weten van dat onze regering daarvoor ook toestemming geleend heeft. De regering heeft al voor toestemming verleend, maar de registratiecommissie heeft er ook naar gekeken. En binnenkort krijgen we ook daarvoor toestemming. Vaccinbevoorrading op het complex van het BOG. Daar is waar de vaccins worden opgeslagen in de speciale koelkasten. De heer Kenneth Autaar is coördinator binnen het Nationaal Coördinatieteam en geeft ons een korte rondleiding. Goeiedag, de naam is Autaar, vaccinbevoorrading BOG. Vaccinbevoorrading waar alle vaccins worden opgeslagen op nationaal niveau. En van hieruit gaan wij dan het COVID-vaccin ook distribueren naar de priklocaties. Transport geschiet onder bepaalde voorwaarden. In dit geval hebben we AstraZeneca in huis gehaald en dat wordt dan opgeslagen en getransporteerd onder de temperatuur van tussen 2 en 8 graden. Bij ons wordt het opgeslagen in de koelcellen en wanneer het dan wordt getransporteerd naar de priklocaties, wordt het dan getransporteerd in zo'n vaccincarrier. Een vaccincarrier inhoudende ijspacks die al vooraf geconditioneerd zijn en erin zijn geplaatst. Alleen dat we de temperaturen van tussen 2 en 8 graden gegarandeerd hebben erin. Op de priklocaties wordt er vanuit deze carriers dan vaccin gehaald en dan toegediend aan degenen die gevaccineerd moeten worden. Oké, om verder te gaan gaan we dan even naar de koelcel waar de opslag plaatsvindt van onze AstraZeneca vaccin. Zoals u ziet daar op de eerste rek
hebben we dan onze 1000 doses AstraZeneca vaccins. Deze temperaturen worden dan elke dag gemonitord, 's morgens en 's middags, en ze blijven tussen die 2 en 8 graden Celsius, waaronder die vaccins worden opgeslagen. We zijn aan het einde gekomen van dit journaal. Suriname, we zitten op de goede weg voor wat het aantal positieve besmettingen betreft. Dat geeft aan dat wij ons aan regels weten te houden. Cohore lixo, laten we met z'n allen eraan werken dat we op 0 gevallen komen. En dat doen we alleen als we ons houden aan de gestelde maatregelen. We zien u morgen weer bij een nieuwe editie van het COVID-19 journaal. Tamboem!